Goedendag, dit is weer de tip van tip. Op dinsdag 24 februari kunt u in Annex Cinema kijken naar een live voorstelling van de opera De Vliegende Hollander van Richard Wagner, uitgevoerd door de Royal Opera. Wagners meeste werk is een verkenning van verdoemenis en verlossing. Thema's die de componist gedurende zijn hele carrière zouden bezighouden. Dit is het verhaal van een kapitein die gedoemd is eeuwig de zeeën te bevaren. En eenzaam meisje dat hem probeert te bevrijden. Het orkest wordt gedirigeerd door Andres Nelson, die zeer bewonderd wordt vanwege zijn wagner vertolkingen in Bayreuth. Aanvang van de voorstelling is om kwart over acht. De zaal is open vanaf half acht. De entree bedraagt 19,50 euro en de opera duurt drie uur. Omdat het een live voorstelling betreft, kunnen de tijden iets variëren. Houd daarom goed de website in de gaten. U kunt telefonisch reserveren. Bij Babylon organiseert Sociaal eenmaal in de twee maanden op de laatste vrijdag van de maand een speciale jongerensoos. Op de andere laatste vrijdag van de maand organiseert Babylon het Funcafé van Ambrona. Iedereen is op beide avonden welkom en niemand hoeft zich buitengesloten te voelen. Sociaal organiseert tussen half negen en tien uur. Een leuke activiteit zoals spelletjes, een quiz, muziek of iets anders. Tijdens het Funcafé is er geen speciale activiteit. Dan ga je in feite gewoon naar de kroeg, maar wel een speciale kroeg in een veilige omgeving. De toegang is gratis en iedereen koopt zijn of haar eigen drankje. Clitoné is georganiseerd op 28 februari in Woerden de Knotwilgeloop. Bij de Knotwilgeloop kunt u kiezen uit verschillende afstanden. De halve marathon voert langs de lange Linschoten door het Oud-Hollandse landschap naar Oudewater en terug. Naast de halve marathon zijn er ook prestatielopen over afstanden van 15, 10 en 5 kilometer. De start- en finish zijn op de atletiekbaan van Clitoneus. Het inschrijfgeld voor de halve marathon bedraagt 5 euro en voor de 15 kilometer 4 euro. Voor de overige lopen 3 euro en voor de jeugd tot en met 12 jaar. 1 euro. Voor de wedstrijden zijn bekers beschikbaar en alle deelnemers ontvangen een gratis consumptie. Inschrijven in de kantine van atletiekvereniging Clitoneers aan de Baardse Dijk. Louis komt weer, op zondag 1 maart in het Bierhuis te Woerden. Na een korte stop van ongeveer een jaar zijn ze weer terug. Louis, de band met drie zangeressen en een gitarist. Driestemmig brengen de dames nummers van Queen, Carol Emerald en vele anderen op hun eigen wijze. Enkel begeleid door een gitarist die met zijn vele effecten de nummers een nieuw leven inblaast. Kom zelf maar luisteren, het begint om vier uur in het bierhuis te Woerden. Kerkcafé Woerden is in de zomer van 2014 als een initiatief van een aantal kerken van start gegaan. Iedere eerste zondagmiddag van de maand is er tussen 3 en 5 uur kerkcafé in de ontmoetingsruimte van de opstandingskerk aan de Willemineweg 8 tegenover de molen. Het is bedoeld voor een ieder die een stukje huiselijkheid en gezelligheid zoekt. De doelgroep is breed, iedereen is welkom, jong of oud en een godsdienstige achtergrond is niet noodzakelijk. Naast een praatje is er in het kerkcafé ook ruimte voor een ontmoeting, een goed gesprek en spelletjes. Ook het beluisteren van muziek of het kijken naar een film behoort tot de mogelijkheden. De entree is gratis en voor een bescheiden prijs zijn consumpties verkrijgbaar. Het kerkcafé wordt voor wie het wil afgesloten met een korte meditatie. De zondagmiddag en saaie middag, vanaf nu hoeft dat dus niet meer. Kom een keer kijken en de sfeer proeven. Aanmelden is niet nodig.